De regionale vervoersbedrijven gaan woensdag toch staken. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV bekendgemaakt. Chauffeurs van onder meer Breng en Syntus leggen het werk neer omdat de onderhandelingen voor een betere CAO zijn gestrand. Chauffeurs die aangesloten zijn bij het CNV leggen voor 72 uur het werk neer. De FNV-chauffeurs staken in principe voor onbepaalde tijd. Toch kan het zijn dat enkele bussen rijden. RTV Arnhem sprak met regio-woordvoerder Luuts Kressing van het FNV en met Tanja Kopal van de werkgeversorganisatie Openbaar Vervoer. Het betekent tegelijkertijd dat u zegt van nou, we zijn nog bezig en we komen uiteindelijk met een verhaal komen we terug. En de bonden die gooien de kop in de wind en die zeggen we gaan staken. Dat zegt toch wel iets over de verstoorde relatie die u heeft met de vakbonden? Nou ja, wij zeggen uiteindelijk nu niet, we komen wel met een verhaal terug. Er lag een voorstel, we hebben om meer tijd gevraagd om dat door te rekenen. Mm-hmm. En die reactie daarop is een staking voor onbepaalde tijd uitgeroepen. Dat is nadat er ook vanwege intern geharrewar 2 dagen is opgeschoven. De bonden veranderen eigenlijk doorlopend hun verhaal en hun eisen. En dat maakt het voor ons echt heel complex om daar goed opvolging aan te geven. Wij hadden het voorstel wat er nu lag heel graag nader willen beschouwen, willen uitzoeken. Daar hebben we tijd voor gevraagd en die hebben we niet gekregen. Ja, wat ons betreft is het ook wel heel lastig om met zo'n partner goed onderhandelingen te voeren. Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Maar ja, ik denk dat het probleem daarin zit dat de werkgevers hun verdienmodel op kosten van de gezondheid van de chauffeur is, namelijk het efficiënt gaan rijden, zo efficiënt dat het daarom gaat dat de bus gewoon geen enkele seconde stilstaat, wat daartoe leidt dat de werkdruk ontzettend hoog is, niet meer te harden is. Mm-hmm. En de werkgevers hebben daar nooit rekening mee gehouden en nu is het gewoon op. We hebben een half jaar lang aangegeven dat het ons zeg maar tot aan de lippen staat, dat water. Ja. Nou, de werkgevers gaven alsnog niet thuis. Dat gaat ook de overheid aan. De overheid geeft ook niet thuis. We hebben aangegeven dat wij hardere acties zullen gaan doen als zij niet bewegen. Nou ja, nu zijn wij zover. Nou, dan moeten we niet bij de bond wezen. Dan moeten we bij de werkgevers en bij de overheid wezen. En daar moeten de reizigers heel erg boos op worden. Ja. Dat zij niet bewegen.